Dag Tere. Goedemorgen. Dag Marjolein. Mooi. Dag 2 inmiddels. Hè? Ja. Iemand van jullie het Songfestival nog gezien, Tere? Of ben je erbij in slaap gevallen? Ik ben van tevoren al in slaap gevallen. Van tevoren. En jij dan? Nee, ik heb het ook niet gezien. Engeland, jongens, 0 punt. Ja, sneu, toch? Dat krijg je met zo'n Brexit, hè? Ja. Ja. Nou, wij gaan weer. Ja. Ja, je grabbelt maar wat tipjes bij elkaar. Dat gaan we doen. Ik zou zeggen, in elk geval, we gaan gewoon. En ondertussen zien we het wel. Zo is dat. Ja, jij erachteraan. Yes. Zie je erachter in de bus. Snelle dame, hè? Hele snelle dame. Ja. Maar niet snel genoeg voor ons, toch? Nee, niet voorbij, hoor. Nee. Ik stop hem, ik zet de motor ook op uit. Zie je dat? Ja, ik weet niet of ik dat zie. Wat zie je daar? Nou? Hij zit nu net achter de bomen. Wat mijn kangaroo. Ik zag net iets, ik dacht van zijn kip of kat, maar jij kunt het beter zien door die hele lens dan ik. En wips, hè? Daar zit toch geen kangaroo, die zijn toch veel groter? Ik ben geen kangaroo-expert, maar... Zijn het walibies? Zijn dat walibies? Weet je wat? We gaan het uitzoeken. Ik noem het kangaroo. Ik zeg walibies, wat denk jij? Ik zeg mini-kangaroes. Zeg mini-kangaroes. Ja, we kunnen het terrein niet zo op. Dat vind ik een beetje asociaal. Zullen we gewoon bij de woning beginnen dan? Ja. Daar houdt dus iemand mini-kangaroes. Ik ben heel benieuwd. Ja. Zullen we maar gewoon hem aanbellen? Nou, die zit goed op slot. Ja, goeiedag. Kunt u vertellen wat u in de tuin hebt? En dan hou ik de microfoon er even bij. Oké, okay. Nou, we hebben parma's en walibies. Parma's zijn kleine kangaroes. En dat is gewoon de hobby van u dan? Dat is gewoon een hobby. Dat is gewoon een hobby. Schattend, dat kan wij dan weer tegen. Ja, dat is anders lopen we een rondje. Zullen we even kijken? Ja, ja. Dan hupen wij wel even achter u aan. Ja, ja? Nee, is goed. Pakmans? Ja, toch mini kangaroes. Pakmans. Ja. Pak me dan, pak me dan, pak me dan, pak me dan, pak me dan. Hop, 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 hop. Oh, wacht even. Hoor. Dit zijn... Dat zijn... U houdt eekhoorntjes voor... Eekhoorntjes. Voor de hobby. Ja, voor de hobby. Ja. Ja. Ja, ik zie ze bij mij altijd van boom tot boom gaan. Ik heb ze eigenlijk nog nooit zo dichtbij gezien. Nee. Wat vindt u zo mooi aan de eekhoorn? Ja, de bewegelijkheid. Het is, als wij in huis zitten, dan heb je net alsof het altijd in beweging is. Ja. Ik zit hier met verbazing aan te kijken, hoor, want ik heb hem nog nooit eerder ontmoet. Nee? Nee. Iemand die eekhoorns houdt, kijk eens, inderdaad. Handtam dan ook, of is het... Wat, deze? Ja, zo moet je er maar in gaan. Ze kruipen over je, onder je, ze zitten in je jaszak. Ga er maar in. Wil je er ook, ja? Ja, dat wil ik ook. Ja, oké. Okay. Ja, daar zijn ze dan. Och, jongens, wat een gezicht. Oké, okay, dan gaan we gewoon even stilstaan, denk ik. Want ze komen overal op, begrijp ik. Laat ze niet laten schrikken. Nee? U hebt er alleen. U hebt er alleen. Hallo. Kom maar. Oh, daar. Ja. Hi. Daar zit hij. Ik heb iets lekkers voor je. Kijk, een walnootje. Hij heeft geen honger. Hij zit onder je jas. Hoi. Ja. Daar zit hij. Daar zit hij bij mij. Kom maar. Hé, hey. Hallo. Hallo, ja. Hij zit onder mijn jas, ja. Hallo. Hé. Hey. Ik kan me ook aaien, hoor. Of. Ja, ja? Ja, maar ze lopen gewoon. Deze zijn zo snel. Nou, ik heb nog nooit een eekhoorn op mij. Ik ook niet. Dit zijn wel momentjes, dat kun je nooit... Dat, andere mensen kunnen dat niet zeggen, hè, dat je een eekhoorn op je hebt gehad. Nee. Nee. Maar hier wel, hoor. Maar hier wel, ja. Oh, geweldig. Want dat eekhoorn. Dat zijn de eekhoorns, ja. Gaan we nu naar de walibies. Ja. Hoeveel hebt u er nou dan? Dat zijn er heel veel. Als u nou ja, hier lopen er een 20, 25 denk ik, 20, 25 van deze walibies. Ja. En daar lopen er ook een 20, 25 van die parma's. Parma's? Parma's. Ja, dat zeg je goed, parma's. Dat zijn kleinere, dat zijn die. Dat zijn, ja, die zijn volwassen, zoals ze zo groot zijn. Ja. En dit is gewoon dus de hobby? Hobby. Hoe kom je daar dan op? Dat je denkt van, ik ga ze houden, walibies. En 1 wordt 2 en 2 wordt 3 en 3 wordt 4. Het liep een beetje uit de hand, begrijp ik. En, nou ja.
En we hadden een boerderij, daar kan wel een hoekje. Je kan eerst een stukje in de tuin en dan kan wel een stukje buiten de tuin en nog een stukje erbij. Nou ja, dan kom je tot hier. Ja, hebt u wel wat bijzonders. Ik heb nog nooit een eekhoorn in de broek gehad. Nee? Nee. Nee. En zo dicht bij een walibi heb ik er nog nooit gestaan. Ja. Nee. Dankjewel voor de rondleiding. Oké, okay. Nee, is goed. Ja. Dit is geen weer teer, hè? Dit is inderdaad. Ik denk dat wij ergens naar binnen moeten. En nou we hier toch zijn. Ik heb nog een tipje over van een paar weken geleden in Doezum, aan de Doezumertocht. Met iemand die spaart varkens. Dat we toch met die bezig zijn. En er is Ben. Dus ik zou zeggen, daar hebben we mooi naartoe. Mooi. Hoi. Ben je met mijn buurt? Nou, dat is wel de tekst. Ja. We zijn met mijn buurt. In mijn buurt, ja. In mijn buurt, ja. Ja. Ja, we zijn een beetje eigenlijk op de vlucht, de regen. Oh, op de vlucht? Ja. Waar ben je met jou mee bezig, Dan? Oh, we hebben opa net in mijn bezoek. Oh. Oh, daar komt opa aan. Zit Ronald achter het stuur? Het is Ronald achter het stuur, ja. Ja, opa. Ja. Mooi. Ronald. Ja, goeiedag, heep. Mooi. Ja, maar geen handkeem, hè? Nee, dat mag nooit, nee. Mondkapje heb ik niet bij me. Wie dan zo? Nou, je bent boeten, dus. Dus je bent nou eenmaal visite? Ja. Heb je jongens zoon? Controle, hè? Oh, controle. Controle, u doen. Ja. Ja. En dan is alles goud? Is alles controleerd? Ja. 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 Wat een regen, hè? Ja. Hoi. Ja. Ja. Zal we hem naar binnen hoor? Ja, we kunnen wel hem naar binnen. Controleer ik ook even. Koffie is altijd goed. Oh, koffie is ook nog klaar. Ja, koffie goed. Kijk, dan treffen we het wel. Nee, want ik heb die dame gisteren voor het eerst zien. Ja, het is de tweede keer dat ze met is. En de tweede. En ze doet hartstikke hout. Ja, dat is goed. Ja, ze doet goed, ja. Dat is Marjolein. Ik heb ook wel een dart. Ja. Ik heb ook wel een dart. Ja. Ik ga er ook nog wat met Ronald bij de weg, kent me. Maar dat wordt niet meer. Oh, Kessler, oh, alles kent. Nee, alles ken. Ik ben hartstikke 91 jaar, joh. 91? 91? Ja. 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 Zo, we binden hem verder, bro. Die wordt nat. Hé, hey, jezelf had je wel een vrouw? Nee. Nee, oké. Okay. Nee. Omdat je op inspectie bent, ik weet niet waar je allemaal op letten, hè? Ik heb zelf nog een boerderij. Oh, jij hebt zelf nog een boerderij. Ein 90, hè, zei je net, hè? Zomaar één. Met goed 2 weken. En nog steeds een eigen boerderij. Eigen boerderij. Met paarden, koeien, stieren, schapen en ook nog een paar hondjes. Dat is al wat. En ik heb in 1986 2 keer een hartinfarct gehad. Hartoperatie gehad. Later nog wel weer hartinfarct. Maar nou zeg ik wel eens tegen mijn Carlo, want dan kon ik 1 keer in het jaar heen. Dan zeg ik tegen Carlo, wat zeg je? Moet ik het vee en het spul weg doen? Hij zegt, Haasberg, als je graag dood wilt, dan moet je de zaak opruimen. En dan moet ik je op kosten jagen, want dan moet je mooi achter de geranium zitten gaan. Ik zeg, want die heb ik niet. Nee, maar hij zei, dan moet je gewoon kopen. Maar hij zei, niet doen, gewoon doorgaan. De boodschap is blind bewegen, denk ik. Hè? Mooi doorgaan, staat er. Niet over de macht, doe ik ook niet. Want er is geen één die met vuur aanjaagt, hoor. Nee. Ik ga mijn eigen gang. Dankjewel voor de koffie. Ja, niks te danken. Dan gaan we gewoon verder. De witte vlag. Die geeft zich over. Wat is dat wezen, joh? Waarom hang je een witte vlag uit? Marjolein, een idee waar de witte vlag voor is? Nee, ja, je geeft je normaal over, toch? Ja, dat zei ik ook al. Die hebben zich over. Misschien was er een buren. Die meneer weet het wel. Ja. Hij komt eraan. Geeft u zich over? Ja. Geef mij over. In elk geval even voor dit gesprek. Ja. Dan hebben we het over de witte vlag. Ja. Waarom hangt een witte vlag? Wat is de betekenis van een witte vlag? Witte vlag is voor ons de betekenis, dat doen we met christelijke feestdagen, dan hangen we de witte vlag uit. En de witte vlag is een teken van overgave, maar ook van overwinning, maar ook van hoop. En we zijn overgave, Christus heeft zich overgegeven voor ons,
Omdat wij als zondige mensen door hem kunnen leven. Ja. Een toekomst hebben. Die toekomst is vol van hoop. En ja, Christus heeft door zijn lijden en sterven en opstaan overwinning behaald. Dat zijn een aantal dingen die in die witte vlag terugkomen. Wat mooi dat u dat op deze dag vertelt, want we zijn bijna vergeten. Het is Pinksteren. Het is Pinksteren, hè? Natuurlijk. Ja. Ja. En dat is toch, Christus is wel naar de hemel gegaan, maar hij heeft ons de Heilige Geest teruggegeven. Hoe begon voor u de dag als christen? Nou, opstaan, ontbijtje en we zijn vanmorgen naar de kerk geweest. Ik zelf ben al vanaf vorig jaar maart niet meer in de kerk geweest. Mijn vrouw nog wel een keer. Ja. Maar het was wel weer mooi om een keer weer in de kerk te zijn met een aantal gemeenteleden en daar de dienst mee te maken. Je hebt een mooie dag. Wij hebben een mooie dag. En morgen nog weer een Pinksterdag. Dus ja. We hebben zelfs twee mooie dagen. Ja, ja. Ja. En daaruit hebben we weer hoop voor de toekomst. Goed. Ja, dankjewel. Graag hebben we daar nog duidelijk te heren? De witte vlag. Zit achter het stuur van mijn auto. Een landstoel voorbij. Ik snidder over weg in. Er is geen mooie leven voor mij. Ik ben altijd onderweg, man. Altijd onderweg. Dit is mooi, heren. Die mensen zitten achter het raam. Die denken van, wat, mijn hemel, wat gebeurt hier vandaag? Ze weten helemaal niet dat we komen. Nee. Want iemand anders heeft ons er ook op getipt, zonder dat ze het weet. Dus we hebben een verrassingseffectje. Mevrouw Frans, let op. Ik zeg net in de bus, deze mevrouw die verrassen wij helemaal. Want die weet helemaal niet dat we komen. Nee, dat wist ik zeker niet. Nee. Want er is iemand anders die heeft ons attent gemaakt op Tineke Frans. Dat klopt, ja. Dat bent u. Dat ben ik. Ja. En toen zijn ze tegen mij van, Ronald, daar moet je echt een keer heen. Want Tineke heeft iets met varkens. Ja, wij hebben een varkensbedrijf, maar ik heb ook een hele beeldenverzameling. Varkens. Jullie hebben een varkensbedrijf, varkensboerderij. Ja, boerderij. Ja, dan heb je wat met varkens natuurlijk. Hè? Ja, dan heb je wat met varkens. Ja. Maar mogen we het ook even zien? Ja, je mag ze ook wel even zien, okay. Hoor. Ja, nou, dan stappen wij binnen op deze zondag. Ja, ja, oké. Okay. Dit is de verzameling. Dit is mijn varkensverzameling. Ja. Dit is de berenleier van Mortel. Dit beeld staat groot ook in Mortel. In Mortel, ja. En vroeger gingen ze met de beren langs de paadjes om de zeugen hun zaadjes te geven. Oké. Okay. Het zijn beeldjes, ik zie foto's, ik zie poppen. Ja, hier heb ik een verhaaltje op school. Als varken. Doen. En dan moesten die jurken als varken verkleed. Ik heb ook verkleedspullen als varken. Ja. Dus, Nou hoor ik een accent, dat past niet bij onze provincie, denk ik. Nee, wij komen uit Zuid-Holland vandaan en wij wonen hier al 35 jaar. En u bent hier ook door de varkens beland? Varkens en koeien. Ja. Mijn man wilde zelf een bedrijf. Dus, En dat kon niet in Zuid-Holland? Daar was het veel duurder toen die tijd. Ja. Dus, en dit is heel iets speciaals. Die heeft mijn zoon meegenomen uit Afghanistan. Mijn zoon is militair en die heeft dit voor mij meegenomen uit Afghanistan. Dus dit is echt iets heel bijzonders. Ja. Kijk. En deze kan ook open. En uw zoon is uitgezonden geweest, begrijp ik? Ja, hij is al 3 keer naar Afghanistan geweest. Ja, daar zou je als moeder heel wat zorg van hebben gehad, of niet? Nee. Oh. Nee. Nee. Ik heb dat gewoon losgelaten. Hij heeft die keuze genomen om militair te worden. Dus hier kan je ook een ongeluk krijgen. Dus dit is We gaan van links en rechts met de varkjes, maar dat maakt niet uit. Ja. Nee. Maar goed. Dit is nog een klein gedeelte, dus als je nog meer wilt zien. Ik dacht dat dit is alles al. Nee. Nee, we gaan een geheime kamertje hanteren. Spannend. Ja. Hier heb ik nog een hele verzameling, want dat dit in huis niet kon. Nee, hier worden ze al wat groter, de varkentjes. Daar heb ik nog hele kleintjes, die moet je even omkeren. Dus ook allemaal. Hebt u ze ooit wel eens geteld? Ik zit boven de 700. Boven de 700? Boven de 700 varkentjes. Uw man is de varkensboer? Ja. Waar is hij nou gebleven dan? Die is naar achter gegaan, die ging lammetjes voeren. Oh, u hebt ook lammetjes? Ja, we hebben ook lammetjes. Oké. Okay. Mogen we daar ook nog even naartoe? Heb daar uw man? Maar ik heb nog een verzameling, hè? U hebt van de varkens. Wil je die ook nog zien? U wilt ook nog hem naar boven toe, begrijpen? Voor mij wel. Gaan we ook nog hem naar boven toe. Ja, wij worden ook helemaal af.
Ik heb ook vaak een keer gehonteerd, hè. Let dat wat. Ja. Ik snurk ook als een vark. Nou, Tom, nou ben jij de man van de echte varkens, zeg maar. He, ze zitten hier in de schuur. We kunnen hem niet naar binnen in verband met ziektes en al zo'n soort dingen. Ja, klopt. Maar jij stopt ermee, begrijp ik. Ja, ja. Waarom? Ja. Waarom? Ja, eigenlijk omdat ons bedrijf geen toekomst meer heeft. Ons bedrijf is te klein. Wij hebben nog een 200 zeugen. En daar ben je tegenwoordig gewoon te klein mee. En 200 zeugen die brengen een 30 biggen per zeug per jaar. En dan zit je op 6000 biggen. En dat is eigenlijk tegenwoordig te klein. Men en naar vergroting heb jij geen zin meer? Vergroting is financieel niet haalbaar meer. En ik had ook geen opvolging. En ja, dan moet je op een gegeven moment keuzes maken. En wij hebben ervoor gekozen om de laatste jaren niet meer te investeren. En ja, op een gegeven moment dan is het gewoon af. En omdat vind je het moeilijk? Ja, dat heb ik knap pijn gedaan, moet ik zeggen. Ja, ja. Ik vind het nog steeds machtig mooi, die biggen en de zeugen, alles. Ook al heb je slechte jaren financieel, dat gewoon nou, dramatisch slecht was. Maar als je dan een mooie koppels biggen hebt, daar kan ik zo van genieten. Dat vind ik echt mooi. Ja. Dat is nog steeds, na 35 jaar is dat nog steeds genieten. Dus terug naar Zuid-Holland? Of? Nee, voor geen prijs. Nee, we hebben de kinderen hier ook en de kleinkinderen. Dus ja, wat moet je daar? Je vindt niet meer terug wat je had. Nee. En we zijn hier helemaal ingeburgerd, dus wat wil je dan nog meer? Stop je dan ook met de verzameling? De verzameling ben ik nou wel wat aan het stoppen, ja. Want je krijgt er echt wel te veel op een gegeven moment. Ja, want wat is daar nou zo leuk aan de varken? Dat je ze zelf verzamelt? Ja, ik weet niet. Iedereen heeft wel eens een tik, toch? Ja. Ja, zo kun je het ook noemen. Ja, zo kun je het ook noemen. Ja, zo kun je het ook noemen. Een varkenstik. Oké. Dat ik nog loop, als ik 87 jaar ben. En dat ik dan in Gorsnoom nog gaan zijn hurden kind. Wie dood is het ook stil, de winden. Hey Tere, wat is het, ja? Rechts van jou. Schapen? Nee, dat is iemand die hangt de vuile was bij. Kijk eens. Dat zijn allemaal slipjes, jong. Zie je dat? Zie je dat? Oh, wacht even, ook een spandoek. Geen slip voor de deur. Hier wordt de vervuiler betaald. Wacht even hoor, dit is actie. Het parkeert nu. Hé, hey, mooi! Oh! Mooi hem, hè? Ja, even snaken. Ja, nooit. Ja. Even een ritje met jou, hè? Ja, want waar ben je mee bezig? Want ik zou een papiertje. Is dit een puzzelrit? Ja. Een puzzelrit, zeg maar, van MG Club Noord. Want dit is een MG natuurlijk. Ja. Ja. En vandoor ben we met een, ik geloof, 30 auto's onderweg. Oké, okay. En ben je in één uur de richting? Oh, valt mij dan, vanuit Roden. Vanuit Roden, ja. Dan ben we dan start, zeg maar. Wie komt zelf van Muskelen. Ja, kap ik en open, want je mazzel met sfeer. Ja. Het is wel slechte weg natuurlijk. Je hebt me mogelijk dicht uit vermogen, maar nee, ik ken alweer zo. Ja. Hé? Dus dit is een cabrio. Dus dit is de hobby? Ja, dit is een hobby van mijn man, hè. Ik word dan weer. Neem ze toch de navigator, die de noos ja, is? Ja, dat ben ik. En dat gaat allemaal goud? Ja, super. Ben je nog nooit verkeerd rijden? Nee, vanmiddag niet. Vanmiddag nog nooit. Nou, mag er een mooie dag van zo. Voorzichtig aan, hè? Dankjewel, hè. Oké, mooi, hoi. Hè? Doei. Hoi. Dat is de puzzelrit. Denk het. Ja, wij zijn ook aan het puzzelen. Wij zijn op zoek naar het verhaal van de slipjes. Weet u daar meer van? Ik weet daar meer van, ja. Ja? Zullen we er hem naartoe lopen of niet? Ja, het verhaal is dat het Friese wetterschip het Groningse land wil verwoesten. Weer die Vriezen, hè? Weer die Vriezen, hè? Sorry, Tera. Ja. Want hier wordt iets gebouwd of zo? Nou, het idee is, maar wij hopen dat het bij een idee blijft. Daar doen we alles voor. Kijk, dit is eigenlijk een heel uniek gebied. Je ziet ook dat het duidelijk laag ligt, hè? Het is een veengebied. Ja. Maar men heeft het idee om hier slip neer te gooien van Doe ze me tocht. En dat vinden wij in ons. Maar het overblijft naar het uitbaggeren, denk ik. Uitbaggeren, ja. Dat ding is in 70 jaar niet uitgebaggerd. En dat is nu tijd om het te doen.
En ondanks dat die 10 kilometer lang is, heeft men gedacht dat hier te doen. Hier maar slip neer te gooien. 2/3 van de slip zou hier moeten komen. Nou, dat vinden wij een onzalig idee. Landschappelijk, hè, natuurwaarde. Maar ook de enorme stankoverlast die we verwachten. Ja. Steekvliegen. En dan moet dat 2 jaar liggen. Maar als er een keer een vergunning is, kan dat moeiteloos verlengd worden tot 10 jaar. Nou, dat vinden wij bezwaarlijk. Vandaar dus deze actie? Ja. Van wie zijn al die slipjes trouwens? Nou, we hebben eerst gezegd, dan zullen we de bordjes bijzetten van wie die allemaal zijn. Ja. Dat vonden de dames uit de buurt niet zo'n goed idee. Oh, het is allemaal van de dames uit de buurt? Ja. Het is okay. Allemaal, er is alles één bijzitten die ergens gekocht is, maar, of ergens vers gekocht is. Maar de rest is allemaal gedragen, ja. Ja. Ken je niet? Ja. Denk het wel. En de automobilisten gaan die uit de bocht? Dat ze denken van, wat is dat nou? Nou, je hebt hier wel wat trekkers die al bijna op de kant in de sloot lagen. Ja. En vannacht hadden ze de spandoeken weggehaald. Hè? Even een stapje opzij. Vrijheid van meningsuiting is wel een moeilijk ding soms. Hè? Dat ze om de Vriezen dan gedaan hebben, wat denkt u? Nou, ik weet het niet. Ik weet niet of dat de Vriezen dat gedaan hebben. Nee. Ik weet niet of ze Nederlands kunnen lezen. Nee, oh. Sorry, te eerder. Doet niks. Doet niks. Nee, maar de spandoeken waren weggehaald, maar er zijn gewoon nieuwe gemaakt. We hebben gewoon nieuwe gemaakt. Ja. Ja. Ik vind het wel bijzonder, want we zijn aan het einde van ons programma. Alle minuten zitten er alweer op namelijk. Ja, gaat sneller dan je denkt. En dan wordt er nog wat in geknipt waarschijnlijk. Ja. Ja. Maar dit blijft er in elk geval over. Dat zijn de spandoeken die we nog even hier in beeld nemen. Ja. En dan laten we ook nog de auto er even voor wij rijden teren, want dan komt weer zo'n hele mooie MG aan. Kijk eens. En dan kunnen wij zeggen als de MG voorbij is. Mooi. Dit was hem. Expeditie Grun met actie en slipjes. Hoe bijzonder wil je ze hebben? Hè? Ja. Maar nog heel even tot slot. Ik weet nog of ik het mag vragen. Ja. De slip van die vrouw hangt er ook tussen. Ze heeft er nooit in aan. Nou staan we er echt mee. Okay. Morgen zijn we er trouwens weer. Nog een expeditie. Dankjewel. Ja.